Het is zo licht als een veertje, kijk. Met één hand. Hallo lieve kijkers, ik heb vandaag een elektrische heater, een kacheltje besteld. Het is een convection heater en die ga ik uitproberen, want ik wil wat zuiniger doen met de verwarming. Ja, mijn rekeningen zijn omhoog gegaan en het begint koud te worden, hè, Cammy? Ja, het begint koud te worden, hè, schat? Dus daar gaan we even wat aan doen, hè? Ja, daar gaan we even wat aan doen. Ja, af en toe is het gewoon even koud of heb je het heel eventjes nodig. Dan is zo'n kacheltje wel handig. Dus ik ga hem uitproberen. Ik ben echt super benieuwd. Drie standen heeft hij in ieder geval. Aan- en uitknop. En dat is zo'n pootje daaronder. Zullen we hem uitproberen, Cammy? Zullen we hem uitproberen? Hé. Zullen we hem uitproberen, kleine? Ja. Zo. Nou, ik heb het convection kacheltje uitgepakt. Het was echt super mooi verpakt eigenlijk. Ik zal het even laten zien. Dit zat aan de uiteinde. En er was plastic omheen. En deze pootjes apart, want die moet je gaan schroeven. Heel makkelijk, halve seconde. Echt helemaal niks. Ja, en dit is het kacheltje. Het is zo licht als een veertje. Kijk. Met één hand. Licht als een veertje. Nou, ik had hem gisteravond dus uitgepakt. Ik wou het uitproberen. Ik vond het best wel frisjes gisteravond. Ik had hem gisteren tijdens het werk achter mijn laptop een beetje bij mijn benen gezet. Wel natuurlijk ver, hè, een beetje ver. Vooral hier komt er heel veel hitte uit. Echt super veel hitte. En het is bijna leeg beneden. Moet je kijken, joh. Je ziet alleen hier een beetje van die draden en zo. Hier al. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou, deze pootjes zijn van plastic. Dus verwacht niet iets ijzer of zo. Of stevig. Of... Ik vind hem persoonlijk stevig. Omdat ik hem echt heb goed gedraaid, zeg maar. Met een schroevendraaier. Maar dit is ook plastic. Dit is ook plastic. Maar dat maakt helemaal niet uit, joh. En het is onder de €50. Ja, dan heb ik zoiets van, het is het wel waard. Want nogmaals, mijn gaskosten zijn best wel omhoog gegaan. Ja, dus ik heb besloten om wat zuiniger om te gaan met gas. Ja, vooral de komende tijd, helaas. Ja, het is oktober. Het is bijna eind oktober eigenlijk. Ja, wordt het weer koud. Ja, het wordt weer koud. En vooral 's nachts merk ik het best wel. Nou, en dan heb je een snoer. Ik heb de reviews gelezen over de snoer en mensen vonden het te kort. Snap ik. Ik heb gewoon een verlengsnoer en het werkt prima. Dus ja, maar goed, deze is 1,25 meter, dus mocht je zeggen, poeh, is wel eens te kort. Ja, dan snap ik dat. Ja, ik vind hem niet, ik vind hem goed. Nou, dit kacheltje is goed voor een studeerkamertje, slaapkamer. Ik denk ook keuken, het stond er niet bij, keuken. Maar ook denk ik in een woonkamer die iets kleiner is, hè? Niet zo'n supergrote woonkamer. Want ik denk niet dat je de hele woonkamer kunt opwarmen met dit kacheltje. Als je echt gigantische woonkamer hebt en je wilt echt opwarmen, ja, dan zou ik een iets krachtiger kacheltje kopen. Nogmaals, ja, je kunt hem verplaatsen heel makkelijk. Dus als ik in de keuken sta en het is gigantisch koud. Ja, ik hoef hem maar achter mij te zetten of naast me. En fantastisch. Nou, je kunt deze kacheltje, had ik ook gelezen, kun je ook aan de muur hangen. Ja, dat vond ik ook echt heel speciaal dat je dat kan doen. Dus je kan hem aan de muur hangen. Nou, ik ga hem niet aan de muur hangen, want nogmaals, ik moet hem kunnen verplaatsen. Naar de slaapkamer, naar de keuken en naar de woonkamer. Nou, kijk uit voor huisdieren of kleine kinderen als hij echt op zijn, ja, heel warm is. Ja, hou er gewoon een oogje op dat ze dit niet aanraken. Nou, mijn kat snapt het wel. Als het als iets heet is, dan gaat hij meteen weg. Maar pas op voor kinderen dat ze niet met hun handen erop gaan. Nou, hier kun je dus het kacheltje optillen. Nou, hier heb je drie standen. Je hebt 750, 1250 en
2000. Ik zal het even demonstreren. Als je zo doet, gaat dit lichtje aan. Ga je ze allebei aandoen, dan gaat hij op 2000. Ja? En beide lampjes gaan aan. Nou, dit is min max, dus dit heb je ook. Je kan hem op zijn hoogst zetten. Weet je, dit is zo fantastisch. En hij wordt echt warm, hè? Onderschat het niet. Dus mocht je hem op 2000 zetten, ik denk echt zelfs dat hij een grote woonkamer kan opwarmen. Nou, en hij is gewoon heel mooi. Hij is gewoon leuk. Hij is niet echt modern, vind ik. Het is een beetje een soort van een retro-stijl, vind ik persoonlijk. Ja. Maar ik vind hem heel leuk. Ik dacht, ik ga het lekker even met jullie delen. Ik ben er in ieder geval super blij mee. Ik denk dat ik er nog eentje ga aanschaffen. Want ik weet, in de winter gaan deze hard als warme broodjes. Dat weet ik. Dat heb ik vorig jaar ook meegemaakt. En de prijzen gaan gigantisch omhoog. Nu zijn ze nog goedkoop. Nogmaals, onder de 50 euro. Ja, geweldig. Ik vind het waard. Ik bespaar ook honderden euro's. Goed, ik ga even demonstreren. Dus 750. Lichtje gaat aan. En dan kun je hem op zijn hoogst of midden zetten. Ja. Het gaat snel. Of mocht je zeggen, ik wil 12,50. Dan doe je deze. En mocht je zeggen, nou het is heel koud. Kun je ze allebei aandoen. En dan kan je dit reguleren. Nou, ik ben in ieder geval super tevreden hiermee. Nou, mocht je meer informatie hierover willen hebben, klik hieronder op de link. Er zijn trouwens verschillende soorten van hetzelfde merk. Dus kijk maar, je hebt ook straalkacheltjes, hè, die je op de bureau kunt zetten. En dan gaat het warmte gewoon echt naar jou toe. Dus ja, kijk maar wat bij jou past. Prima, vind je deze video leuk en informatief? Geef het dan een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer je op veganlounge.nl. Klik hieronder op het rode knopje. Klik daarnaast op het belletje. Want zodra ik weer een fantastische video voor jou heb, dan krijg jij uiteraard een notificatie. En dan wens ik je een super mooie dag. En tot de volgende video. Dag!